Ik heb de kans om voor u te introduceren Robert Maarschalk-Weert. Robert is werkzaam bij Rijkswaterstaat. Ja. Een van de mede-initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever. Al jarenlang is dat kenniscentrum bezig om aan bewustwording te werken. Maar ze hebben er ook al veel van geleerd. De waterschappen Hollandse Delta zijn nog heel veel aan het leren, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel waterschappen elders in het land die ook al heel veel stappen hebben gemaakt, die ook duidelijk het kenniscentrum steunen. Ook Rijkswaterstaat steunt het kenniscentrum Bever, heeft al heel veel ervaring en daar kunnen we nu van profiteren. Dus we hopen dat je ons introduceert in en bewustwording, dat jullie de gevaren serieus nemen, mm-hmm. En maar ook vooral hoe je dat doet. Yes, dat is goed. Dankjewel, Daan. Bevers, casus A12. Ik neem jullie mee in een stukje van ons droge areaal. En een van de slogans van ons droge areaal is vlot en veilig van A naar B. En ik kon het toch niet even laten om een flauw woordgrapje erin te maken van veilig van A naar Bever. Mijn naam is Robert Maarschalk-Weert. Ik werk als adviseur leefomgeving bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland. En een van mijn rollen is dat ik contactpersoon ben voor bevermanagement binnen het Oost-Nederlandse Gelderland en Overijssel. Bevers in het areaal zijn bij ons al wel langer bekend. En met name in Zuid-Nederland hebben we veel te maken met vraatschade aan bomen. De meest rechtse foto is een voorbeeld bij in de buurt van Bergharen langs de Maas. Je ziet het is een behoorlijke populier. Binnen 2 weken was hij ook weg. Wat we dan doen is eigenlijk de boom uit het water halen zodat de scheepvaart niet gehinderd wordt. Verder hebben we eigenlijk zelf weinig last van bevers. Wij huisvesten ze in de uiterwaarden. En daar is vaak wel gewoon ruimte dat ze kunnen leven, kunnen graven, aan bomen kunnen knagen. Zolang waterveiligheid maar niet in het geding komt en onze sluizen niet in gevaar zijn en de scheepvaart niet gehinderd wordt. Dat is een beetje waar we vanuit het natte areaal op sturen. Inspectie wordt gedaan door onze collega's die op de schepen varen en die constateren zoals hier in het Maas-Waalkanaal. Zo'n bakenboom wordt aangeknaagd, dat wordt in beeld gebracht, wat doen we ermee? Vormt het een risico? Op het moment dat het een risico vormt, verwijderen we de boom. En ja, dan is eigenlijk het risico weer beheerst. Dat is hoe we daarmee omgaan. Een ding met die bakenbomen is dat ze ook een cultuurhistorische waarde hebben. Dus sommige gemeenten die willen graag dat die bomen behouden blijven. Wij hebben zelf een uitstervingsbeleid van ze hebben geen functie meer, omdat we nu met radarsystemen werken. Op wens van de gemeente planten we dan wel weer bomen terug. Uiteraard met gaas eromheen, dat de bever niet opnieuw aan de jongen aanplanten kan gaan knagen. Maar goed, dat is voor het natte areaal. Weinig risico's beheersen, zitten er kalmpjes bij. Omdat we samen met de waterschap een taak hebben voor hoogwaterveiligheid, kijken we wel heel erg van, op het moment dat waterschappen last van hebben, hoe kunnen we dan samenwerken om toch die hoogwaterveiligheid in het natte areaal te blijven borgen. Daar zijn we al langer in overleg. Maar de casus waar ik hiermee naartoe neem is A12. We hebben hier Arnhem. Daar is Velp. We zien dat rondje daar in het midden. Dat verkeerscircuit heet het Velpenbroek. Het is duidelijk te zien. We hebben hier de Nederrijn en de IJssel. Die splitsen daar eigenlijk. En even kijken of ik hier mee kan wijzen. Waar Nieuwgraaf staat, daar zit een beverpopulatie. En die is waarschijnlijk daar over de dijk gegaan en je ziet daar dat blauwe stipje in dat vijvertje daar. Daar zitten bevers. Verder nog niks aan de hand zou je denken. Onze onderhoudsaannemer die de wegen inspecteert, kwam op een gegeven moment een scheve boom tegen op een geluidsscherm bij de toerit naar de A12. Achter de schermen zagen we dus dat er een boom was omgeknaagd, zoals je daar rechts onderin kan zien, door een bever. Dat was voor die onderhoudsaannemer een nieuwe situatie. Dat had hij eigenlijk nog niet meegemaakt op het droge areaal. Ik spreek nat en droog, dat is een beetje de terminologie binnen Rijkswaterstaat om dat onderscheid te maken. We werken heel vaak risicogestuurd vanuit Rijkswaterstaat, dus we kijken gelijk, er treedt een situatie op. Wat zijn die risico's en hoe gaan we hiermee om? Zijn risico's veiligheid voor de weggebruiker, vertraging van het verkeer, dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Extra kosten en we gingen hier ook kijken van, is hier nader onderzoek nodig? Want op basis van alleen wat omgevallen bomen kunnen we eigenlijk nog niet handelen. Ik was hier zelf persoonlijk bij betrokken, dus ik heb gevraagd aan die opdrachtnemer,
ik wil eigenlijk meer weten, wat is hier precies de situatie? Hoeveel bevers zitten er? Is er ook een burcht? Is het incidenteel? Dus de opdrachtnemer heeft zijn ecologisch adviesbureau ingeschakeld om de situatie verder in beeld te brengen. Je kan hier wel zien van, nou ja, je hebt het geluidsscherm hier en een aantal omgevallen bomen. Je ziet ook, er is bewoning verderop. Dus je zit eigenlijk al in meer richting een woonwijk. Nader onderzoek. Dat leverde eigenlijk inzicht op in waar de beverburg zat, ingang van de beverburg, maar ook de locatie in het taluut van de A12. Gelijk werden we wel even getriggerd van, ho, wacht even, dit is echt een nieuw risico. Hoe gaan we hiermee om? Wat betekent dit daadwerkelijk? En hoe snel moeten we ook handelen? Is het een acuut risico of hebben we nog tijd? Vervolgstap is dat we maatregelen gaan treffen. We willen die risico's beheersen. We zijn eerst gaan kijken ten aanzien van die bomen van het geluidsscherm. Hoe snel moeten we daar acteren? Gaan er meer omvallen? En hoe handelen we dan? Een van de opties is met van die beverpasta gaan smeren. Na intern overleg met andere ecologen zijn we eigenlijk tot het punt gekomen dat het plaatsen van gaas duurzamer is. Op termijn, die pasta door regen en alles, dat gaat toch wat van die bomen af. En gaas is daarmee een betere maatregel. Tenminste, dat is hoe wij er tegenaan kijken. Dus dat wordt voor die bomen eigenlijk gedaan. En je ziet, er zijn meerdere bomenrijen eigenlijk richting dat geluidsscherm. De onderste rijen, die vormen geen gevaar. Maar die bovenste, die willen we eigenlijk intact laten. Op het moment dat een van die onderste bomen toch de andere kant opvalt, dan zijn die staande bomen met het gaas eromheen, bieden dan een buffer eigenlijk voor die bomen die onderaan het taluut staan. De bever is meestal wel zo kundig dat hij die bomen zo omknaagt dat ze allemaal het water invallen, dat hij daarna gewoon van de bas kan eten. Maar toch vallen ze de andere kant ook wel eens op. Ten aanzien van de burcht, was dat van belang, zitten daar gangen onder het taluut? Is die stabiliteit van de weg, is dat in gevaar? Dat is iets wat je absoluut niet zou willen, dat er een gegeven moment in het asfalt, zoals je net ook bij ProDeel zag, dat je zo'n verzakking krijgt. Kans op ongelukken is daarmee ineens heel groot. Gelukkig bleek, er zijn geen gangen onder het wegtaluut. Dit betekent echter wel dat er regelmatig geïnspecteerd moet worden. Dus een extra opdracht voor onze onderhoudsaannemer om op deze locatie scherp te blijven dat er geen nieuwe risico's optreden. En dat is dus ook iets wat we nu in de contracten gaan meenemen voor de toekomst. Dat zeg ik nu, moet nog wel gedaan worden. Wat we hierin tegenkomen zijn ook de juridische en de ecologische aspecten. In eerste instantie van ja, als wij hier preventie willen plegen, ja, tot hoe ver kan je gaan? Die bever heeft bepaalde eisen aan wat hij nodig heeft. Dat is zoveel oeverlengte met fourageermogelijkheden. Je mag zo'n beverburg niet zomaar verstoren. Wat is het moment dat je inderdaad met bevoegd gezag in overleg moet? En wat is je handelingsvrijheid binnen je gedragscode? En nou, op deze locatie konden we gewoon binnen een gedragscode handelen. De bomen waar we gaas omheen doen, doen niets af aan de hoeveelheid fourageermogelijkheden die bever daar nodig heeft. Dus dat konden we zonder een melding bij het bevoegd gezag afhandelen. Maar het neemt niet weg dat het in de toekomst anders kan zijn. Intern zijn we ook bezig ons daarop te beraden van ja, hoe gaan we daar als Rijkswaterstaat mee om. Op dit moment is het zo dat we eigenlijk een beetje meeliften met waterschappen. Die lopen hierin voorop, zoals we net ook bij de vorige spreker zagen. Die hebben gewoon acutere risico's. En daar leren wij van ook. En we proberen daar ook zo goed mogelijk in mee te werken. Intern RWS, Rijkswaterstaat is een grote organisatie. Voordat wij iets gedaan krijgen, zeg maar, dat heeft gewoon veel voet in de aarde, veel deskundigen, veel aspecten, disciplines die daaruit bij elkaar gebracht moeten worden voordat we echt een nieuwe koers kunnen varen. Men vergelijkt het wel eens met een olietanker. Als je die een andere kant wil krijgen, moet je heel lang van tevoren al die bocht maken voordat uiteindelijk gestuurd kan worden. Vanuit het beheersen van die risico's in het asset management, want daar gaat het om, in het beheer en onderhoud komen we dat tegen, dus in het asset management moeten we dat gaan borgen. Betekent dat we eerst moeten weten, wat zijn alle juridische aspecten? Wat is ons handelingsperspectief? Wie moeten wij daarvoor hebben? Wij zijn een landelijke organisatie. We hebben natuurlijk met verschillende provincies te maken, met faunabeheereenheden, maar eigenlijk ons bevoegd gezag is RVO. Ik begreep dat Gerry Mensink in de zaal is. Ah, kijk, daar zit hij.
Dus ja, daar zullen wij straks mee in gesprek moeten gaan, van wat wordt ons mandaat en aan wie geef je dat binnen de organisatie? Is dat een directeur of is dat iemand die een contract aanstuurt, een contractmanager? Tot welk niveau gaat dat? Is dat tot het niveau van de minister? Dat zijn allemaal vragen die we nu nog niet scherp, of de vragen hebben, maar we hebben de antwoorden nog niet scherp. Dus daar zijn we intern aan het beraden en landelijk is daar WVL, Waterverkeer Leefomgeving, die afdeling mee bezig, zodat dat landelijk uniform gebeurt. Hoe komen we daarin verder? Nou, samenwerking is hier van essentieel belang. Samenwerking met waterschappen, ProRail, provincies en RVO. Gemeenten hoorde ik net ook noemen. Gemeenten zitten wij nog niet mee aan tafel, maar ik kan me voorstellen dat het in de toekomst zeker nodig zal zijn. Het kenniscentrum Bever is natuurlijk opgericht. Daar vinden we elkaar, maar daarbuiten zijn ook gewoon overleggen gaande om te kijken en te leren van hoe doen waterschappen dat nou in die samenwerking met de provincies. Dan natuurlijk ook nog ecologie. Wat heeft die bever nodig en hoe past dat? Vanuit het natte areaal zijn er natuurlijk de Natura 2000 beheerplannen. De bever is ook een habitatrichtlijnsoort. En onze minister heeft ook mede die Natura 2000 beheerplannen ondertekend. Dus we hebben net zo goed ook een verantwoordelijkheid in een natte areaal van, om die bever daar de leefruimte en ontwikkelingsruimte te geven. Maar dan bij het droge areaal, hoe past dat daar? De grens van Natura 2000 gebied houdt daar op, dus is het alleen soortenbescherming. Tegelijkertijd hebben we ook nog iets als een zorgplicht. En als organisatie staan we ook voor biodiversiteit, de zachtere doelen, om dat ook een plek te geven. Dus vanuit ecologisch perspectief zijn we ook nog zoekende van hoe geven we daar echt handen en voeten aan. Het uitgangspunt is van, geef de bever ruimte, maar het moet niet onze functies in de weg zitten. Dit betekent dus dat we een soort van samenwerking vanuit de regio en landelijk moeten hebben. En hoe begeleiden we dat? Dat betekent dus dat we verschillende disciplines, juristen, ecologen, maar ook asset managers aan tafel moeten hebben en bij elkaar moeten brengen. Van hoe zorgen we ervan dat dat naar boven wordt gebracht voor de besluitvorming? En tegelijkertijd, wat betekent dat buiten in de praktijk? En hoeveel kost dat dan? Want de asset managers zullen dat op een gegeven moment moeten gaan ramen. Dat is de systematiek die we hebben. Die ramen het onderhoud, risico's. En dan wordt het doorgesluist en dan krijgen we daar akkoord voor. Dat is even de simpele stappen. Maar er zit heel veel aan vast en op dit moment is dat niet geborgd. Dus die asset managers zitten een beetje in een knel van ja, onze risicopot. In één keer wordt dat hiervoor gebruikt. Ja, die zit een beetje te morren. En vanuit ecologie willen we graag die ruimte geven. Dus snap je, intern hebben we daar best nog wel wat in te doen. Het gaat uiteindelijk om het stukje bewustwording. Bewustwording op de verschillende lagen en hoe we dat met elkaar doen. En als we die bewustwording met elkaar hebben, en dan heb ik het zowel intern RWS als ook de organisaties, onze gebiedspartners waarmee we samenwerken, dan kunnen we daar best wel heel goed gestalte aan geven, is mijn beeld. Alleen we hebben daar nog echt wel heel veel stappen in te zetten. Vilmar sprak ik net nog even. Vilmar en ik hebben ook wel eens buiten gelopen, ook op een andere plek in de buurt van de A12. En ook gekeken, goh, hier kan die bever prima leven. Maar wat nou als er echt risico's optreden? Het hoogwater van vorig jaar in de zomer, dat zijn acute risico's. Op dit moment staan we daarvoor niet gesteld. Ook als Rijkswaterstaat niet. En vanuit daaruit is ook dat stukje bewustwording nodig, van we hebben iets nodig straks met elkaar, hoe we snel kunnen acteren. En dat is ook iets wat vanuit WVL in gang gezet gaat worden, om te kijken van nou, hoe doen we dat binnen Rijkswaterstaat, in de verschillende provincies, in de gebieden van de verschillende waterschappen. We hebben natuurlijk met alle waterschappen langs de rivieren en de wegen ook te maken. Dus dat vraagt voor ons nog iets, een groter, ja, hoe zeg je dat, spectrum van mensen en organisaties met wie we te maken hebben. Dat zijn in ieder geval de stappen die wij voor ons zien en waar we naartoe werken. Hou mijn verhaal hierbij. Dit was de casus stukje droog. Droog areaal. Zijn er nog vragen? Zeker. Uit de zaal, in ieder geval. Goedemorgen. Hein de Vries, inspecteur van ProRail. U gaf aan bij de A12. Daar was dus die beefbrug gevonden. Daar hebben jullie geïnspecteerd op gangen onder de weg. Klopt. Hoe heeft u dat gedaan?
Dat adviesbureau die is daar met een bootje naartoe gevaren, is er daar geweest, heeft gekeken van wat is de hoeveelheid zand die daar is vrijgekomen, wat is het type burg. Dat was een takkenhoop erbovenop. Dus het, aannemelijk is dat daarom eigenlijk een kort gangenstelsel van toepassing was. En de taluut had daar voldoende breedte dat als er een wat langere gangen waren, dat er geen risico is op dat het helemaal ondergraven was. En naast die burg was ook een onderdoorgang, een hele brede duiker dat, waar de bever heen en weer kan zwemmen. Die is ook voor watervogels bedacht. Dus daarmee was het aannemelijk dat de bever geen gang zou hebben gegraven om naar de andere kant te gaan, omdat hij al heen en weer kan zwemmen. Dus dat is hoe dat is gedaan. Blijft dus een klein risico dat ze wel een gang gegraven hebben voor een burg, maar dat het niet opgevallen is. Want tot dat nu toe hebben wij niet duidelijk gezien dat. Bij ons is de vraag tot nu toe altijd geweest, waar hebben ze het zand gelaten? Oké, aha. Nou, inderdaad, het risico blijft, hè. Dat is ook wat ik aangaf. Daarom moeten we hier regelmatig blijven inspecteren. Zien we veranderingen, zien we toch iets in het taluut, toch een verzakking ontstaan? Op dit moment is dat niet, maar ja, dat is op basis ook van aannames. En dat blijft, het risico blijft, van die bever zit daar gewoon. Dus daar moeten we aandacht op houden. Het is een belangrijk punt hierin is dat je een hol kan hebben of een burcht. Een burcht is de takkenhoop, een hol is een gang in de oever, waarvan je wel de ingang kan zien, maar niet kan meten wat er daarachter zit. Dat kon Hollandse Delta niet goed meten met de wegenscanner, dat kan ProRail niet goed zien en dat kan een adviesbureau van de buitenkant ook niet zo heel goed zien. Mm-hmm. Dus het is onvoorspelbaar, maar de ervaring is dat die gangen achter de takkenhoop kunnen bestaan en ook lang het taluut in kunnen lopen, verre taluut in kunnen lopen. Dus in het kader van bewustwording, heel relevant. Mm-hmm. Hoor een aanvulling uit het publiek. Dit soort situaties zijn erg gevaarlijk hoor. Doorgaans zie je alleen maar het topje van de ijsberg. Zodra je niet weet hoe die holen doorloopt, kun je niet aannemen dat het wel goed zit. Het gebeurt regelmatig dat een hol bij een burcht eigenlijk onder de burcht verder doorloopt, verder het taluut in. Dus je moet echt zicht krijgen of er holen verder het taluut inlopen. Ik weet niet of je daar met andere apparatuur bij kunt komen. Als ik het zo zag aan de foto's niet, want het is allemaal bebost. Ja. Maar dit is echt een aandachtspuntje hoor. Daar moeten we het nog even over hebben. Dat is goed. Dit is ook een vraag die digitaal binnenkwam. Want wat Filmer dan zegt is van dat moet je anders doen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je dat dan wel zien? Ik zie iemand, Jan reageert. Ja, we hebben binnenkort bij Hollandse Delta gaan met H2O onderwaterdrones. Gaan we een proef doen om te kijken wat we daarmee kunnen zien. En dat gaan we dan, als dat lukt, ook publiceren. Daar zijn we mee in gesprek. Nou, daar ben ik zeker wel in geïnteresseerd. Ja. Klinkt heel futuristisch. Iemand heeft daar een aanvulling op, zie. Ja, bij ons is dat een keer geprobeerd, zeg maar dat is heel veel opvoeding. Zeg maar, voor de aandrijving van zijn drone en dan zie je dat niet zo goed meer. Dus, maar ik had nog wel een vraag, zeg maar, aan de bestuurder, de kapitein van de mammoetanker. De vraag is, zeg maar, die vaart, maar soms wordt er ook eens een keer, gaat er wat overboord, je reken maar even de bever. En dan wordt er een reddingsboei uitgegooid en dat is even de vraag, zeg maar, om dat te doen. Er zijn verschillende initiatieven. Om preventieve maatregelen te testen en te ontwikkelen. Omdat we dus vaak als Rijkswaterstaat, waterschappen, dat soort dingen naast elkaar liggen. En om daar de handen ineen te slaan, zeg maar. Om de beveren in het mooie uitwatersysteem een plek te geven. Hmm. Maar dan wel een veilige plek. Ja, dat is iets waar we vanuit ons kaderrichtlijn waterprogramma wel naar kijken. Als wij nieuwe geulen aanleggen, letten we er beter op van dat we dat niet situeren, water en bos, vlakbij een dijk. Maar je ziet dat dat aan de beginschoenen staat. Dus dat stukje bewustwording dat heeft wel meer nodig om nog verder aan de voorkant eigenlijk die preventieve maatregelen van de BV mee te geven in de scope van een project. En de voorbeelden zijn er natuurlijk, hè, vanuit de BV voorbeeldenboeken, zoals we dat binnen Rijkswaterstaat ook hebben. Maar dat vraagt echt nog wel meer aandacht, ook voor de programmatische aanpak grote wateren die eigenlijk nu in de verkenningsfase is. En dan zou je dat eigenlijk aan de beginkant ook willen meegeven. Dat is een goede suggestie, ja. Dus er is een
voorbeeldenboek van Rijkswaterstaat beschikbaar. En er is een website van het kenniscentrum Beven waar een aantal voor de hand liggende maatregelen worden genoemd om aan preventie te kunnen doen. Klopt. Misschien aardig om dat even te vertellen voor de mensen die meeluisteren. Nou, helemaal goed. Ja, we hebben dus een Beven voorbeeldenboek. Samen met de zoogdiervereniging is dat opgesteld. Op welke wijze we inrichtingsmaatregelen kunnen treffen om de bever ergens juist niet te krijgen en op sommige plekken juist te faciliteren. En dat kunnen we meegeven aan projecten, met name de waterbouwprojecten. Maar ik denk straks ook aan de wegenbouwprojecten. Dat is natuurlijk een nieuwe plek waar dat van nut kan zijn. Spoorprojecten wellicht ook, ja. Dus, maar goed, dat staat ook nog aan het beginpunt. Dus dat, daar is gewoon nog veel missiewerk, om het zo maar te zeggen, te volbrengen. En heb je voldoende capaciteit binnen Rijkswaterstaat om dat missiewerk te doen? De goodwill is er wel. Capaciteit mag er nog wel bij komen wat dat betreft. Er is veel wilskracht, bevlogen ecologen die dat wel zouden willen doen. Maar je zit allemaal toch met je huidige werkzaamheden. Hoe pas je dat anders in? Dus dat, Dankjewel. Zijn er nog vragen in de zaal of op de chat? Als dat niet het geval is, dan is het misschien een heel mooi moment om jou heel erg te bedanken voor je bijdrage. Dankjewel. Je hebt ons geholpen met bewustwording. Je hebt ons laten zien dat er binnen Rijkswaterstaat nog wel wat missiewerk mogelijk is. Maar je hebt ons ook laten zien dat Rijkswaterstaat al dingen doet. Heel erg behulpzaam geweest. Dankjewel. Graag gedaan.